Ik ben hier om de Rotterdammer die hier in deze stad woont, de gewone man en vrouw te steunen in zijn verzet tegen de onveiligheid op straat, tegen de verdergaande islamisering, de mensen die hun stad niet meer herkennen. Wat ging er door je heen toen je de beelden zag van die rillende jongeren? Nou, ik vond het echt afschuwelijk. Je zal in Rotterdam wonen, je zal hier door die stad lopen of in de tram zitten die zo op en neer werd geschud. En je ziet mensen roepen Hamas, Hamas, alle Joden aan het gas. En je ziet ook dat de politie vervolgens niks doet. En nu zeggen mensen, ja het waren maar 30 jochies. Nogmaals, het zijn veel meer dan 30 jochies. Het is straatterrorisme, puur sang. En daar is een burgemeester voor om dat tegen te op te laten treden. Dat heeft hij de politie niet laten doen. Dus de politie vond het allemaal meeval. Ja, nou dat valt dus niet mee. Ik heb legio reacties gehad van mensen en ook artikelen hier in de krant gelezen. Die zeiden van, nou wat daar is gebeurd, wat daar is gezegd, als u dat mee vindt vallen, ik herken Nederland niet meer, ik herken Rotterdam niet meer en Rotterdam moet gewoon weer terug naar de Rotterdammers. Bent u wat dat betreft niet eens met het moslim die het noemde bezet gebied? Nou, ik vind dit werkelijk ook de wereld op zijn kop dat een welzijnswerker het bezet gebied noemt. Als al iets bezet wordt, dan is het door al dat straattuig, die Marokkaanse straatterroristen die de buurten hier onveilig maken, die Rotterdam het Rabat aan de Maas maken. Dat moet weer veranderen, het moet veilig worden. En dan komt u wonen. Sorry? En dan komt u misschien wel. Wie weet kom ik hier dan ook nog wonen, ja, absoluut.